jongens, leuk dat jullie allemaal kijken naar deze weekvlog, nieuwe weekvlog. Jullie zullen vast denken, what the fuck, zie jij er raar uit? Doorlopende wenkbrauw, een rare snoet. Nou ja, ik heb even een video voor school opgenomen. Vandaar dit dus. Ik ben trouwens vandaag naar het hospitaal geweest voor mijn oren. Ik heb een gehoortest gedaan. En ja, mijn linkeroor is niet zo goed, dus daar moet ik voor terugkomen. Want ik moet misschien een operatie of een gehoorapparaat. Dat wil ik echt niet trouwens. Toch? Oh. No reaction! Maar in ieder geval. Ja, ik ga even dit van mijn porum afhalen, want... Oh, dit is vandaag dinsdag. Dat is alles wat ik vraag. Nee, ik ga even dit. Fuck! Wow, is er nog eens hard vast? Look how beautiful I am. Vinden jullie me ook beautiful? Prachtig. Yo, gabbers, het is vandaag woensdag. Mijn hoofd is echt pure ziekte. Het is echt al 11:45 of zo. Ik moet eigenlijk echt gaan pitten. Maar wat? Ik wil jullie echt wat super moois laten zien. I got some new babes. I'm gonna show it. Oh my god, ze zijn zo mooi. Ik ben er echt helemaal verliefd op. Puma, alles. Oh, beauties dat ze zijn. Ik twijfelde zeg maar tussen de grijze, de roze en de donkerpaarse. Op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, roze sowieso niet echt te combineren. Kan wel, maar niet met alles. En bij paars dacht ik van, nou, dit kan je nog op zich met best wel veel dingen combineren. Maar grijs vond ik toch net wat leuker of zo. Ik weet het niet. Ik heb gewoon voor grijs gekozen en ik ben er super blij mee. Wow, dat licht achter me ziet er echt serieus best sick uit. Het is hier oranje en daar geel. Zikke shit! Ik chap gewoon even lekker een zalmwrapje in de ochtend. Oké, okay, het ziet er echt vies uit, maar het is echt super lekker. Ik denk alleen dat ik er maar één op krijg, maar oké, okay, we gonna try it. Mm. Oh my god, ik begin echt verkouden te worden. Maar ik ben net terug van werken. En shout-out naar mijn oma. Because she gave me food. Love you. Ik ben helemaal verslaafd aan die nieuwe serie 13 Reasons Why. Als je hem nog niet kijkt, kijk hem. Ik zweer het je. Normaal heb ik echt geen geduld voor een serie. Maar die serie is zo gruwelijk goed. Ik ben nu bij aflevering 7 of zo. En oh my god, bij de eerste minuut van de serie was ik gewoon al verkocht. Ga maar kijken. Ik zweer, love him. Oh jongens, vandaag is het vrijdag alweer. Wow, deze week gaat snel. Mijn rechter wenkbrauw is een beetje aan het mislukken. Dus ik haal hem er even af. Lekker. Ik heb trouwens een puist op het randje van mijn lip. En ik weet niet of jullie dat... zeg maar ook een keer hebben gehad. Maar dat is echt de pijnlijkste plek waar je een puist kan hebben. Oh my god. Het gaat er ook weer niet van af. Ik heb geen zin om make-up doekjes te pakken. Oh, help. Nou, lol. Is het vandaag bedwenkbrauwdag of zo? Mijn wenkbrauwen lukken vandaag echt niet. Deze is echt vet groot. Die is echt vet strak en zo. Oh gosh. Kijk dit dan. Het ziet er echt niet uit. Ik heb trouwens gisteren wat gruwelijk cools ontdekt op Netflix. Waarschijnlijk weet iedereen het al, maar je kan dus dingen downloaden op je telefoon. En dan heb je dus geen 3G nodig of 4G om je serie of film te kijken. Dus het is oh, echt de beste uitvinding ooit. Waarschijnlijk heb ik echt onder een steen geleefd en ben ik de enige die er nu pas achter komt. Maar ik ga straks eens lekker in de bus en zo even mijn serie kijken. Want dat scheelt weer tijd. Op je voorhoofd leggen. Ah. Heel leuk dan. Fuck, doe. Nee, fucking doe majestic. Ja, zie jij nu al, fuck. Oh my god, ik ben op. Ik ben echt bang. Dat is toch een mooie meisje. Doe, doe normaal, je gaat er niet fucking doe, één gooien. Man. Sorry, straks hem af. Doe! Oh my god, jij spoort me nee, niet. Nee, die ene vind ik nog altijd leuk. Maar ene zijn niet eng, maar die vogel wel. Oh, hij is boos, hij is boos. Hij is boos, uit man. Die duik. Heb dat goed of zo? Nou, hun zijn echt super gemeen, want ze zitten allemaal chips naar die vogel te gooien. En hij is super eng, want hij heeft zo'n snavel. Ga dan graden. Die is van mij. Lekker varen. Jongens, we zitten op een pannenkoekenboot. Ja, ik weet niet of je me goed kan zien, maar we gaan dus... Auw, mijn lip. Kijk hoe lekker het is van mijn vader. Levi neemt letterlijk ei op zijn pannenkoek. Ik wil het proeven, ik heb het nooit gedaan. Je doet toch geen ei op een pannenkoek? Dat is toch vies, man? Ik wil het proeven.
Vint heeft natuurlijk een helemaal chocolade snoeperig ding. En die is van Nathalie. Oké, maar ik ga eten, want ik heb honger. Doei. Pap, eet je nou serieus een pannenkoek met ei en sambal? Ja. Waarom? Ik ben huisarts. Ja. Ik heb dit en geen idee of het lekker is. Deze is lekker. Dit is mijn derde en laatste pannenkoek. Lekker hè? Goedemorgen, vandaag is het zaterdag. En we hebben heel goed nieuws, want Liam is uit het ziekenhuis. Yay! Kijk wat een poppetje, een jasje. Kijk, hij zegt joepie, zijn handjes in de lucht. Oh, hij zegt moe. Ik kijk nu de laatste aflevering en ik wil niet meer verder kijken. Nee. Maar ik ga niks spoileren. Wij gaan lekker eten. Lekker wrappies. Dit is trouwens echt super lekker op wraps. Dat is gewoon chips. En dat zijn specs, dat is ook echt heel lekker. Oh my lord. Over 5 jaar lijk ik op Sinterklaas. Sinterklaas. Jongens, ik ben met mijn schatje hier. Kijk. Jeetje, niet zo close op hem, dat is zielig. Ja, hij heeft heel veel buikpijn at die moment. Dus hij is lekker aan het schijten op me. Laat de hele tijd rusten, echt vies. En hij heeft de hik. Yo, what up, bitches? Hi, het is vandaag zondag. En het is dus eerste paasdag. En weet je wat nou zo leuk is aan paasdag? Iedereen eet lekker paaseieren vandaag. En wat moet ik doen? Werken. En dan hoor ik je al zeggen, ja maar Chelsea, morgen is het ook Pasen. Ja, maar morgen moet ik ook werken. En dan hoor ik je weer zeggen, maar je moet ook niet de hele dag werken. Jawel, ik moet wel de hele dag werken. Van 3 tot 9:30. Als je kan rekenen, zijn dat... Hoeveel uren? 6,5 uren per dag. Dat betekent 13 uur in 2 dagen. Dat is pittig veel. Als ik deze haal, ben ik cool. Oké, ik heb niet gehaald, maar ik ben nog steeds cool. Oh ja, en ik ben een hipster, want ik heb Starbucks. It tastes so koud.